om diepgaand en intensief met elkaar te discussiëren over de wijziging van het kiesstelsel, is er gisteren een mastersessie gehouden voor de volksvertegenwoordigers van diverse politieke partijen. Daarbij waren voor deskundig advies en toelichting aanwezig Serena Munslag, SZ, Sjoel Weidebos, Sjoel Ayodhya, Lothar Boksteen, Hans Breeveld en Hugo Fernandez Mendes. Volgens advocaat Munslag SZ was het houden van deze sessie cruciaal, omdat er een model geconcipieerd moet worden dat draagvlak heeft onder alle politieke partijen. Deze masterclass is onder andere gehouden als een voortvloeisel van het seminar dat er was gehouden in oktober vorig jaar. Waarbij het van belang is om te weten dat alle partijen het erover eens zijn dat de wijziging van het kiesstelsel urgent is. De tijd dringt en de wijziging moet van de grond komen. En de enige manier waarop dat van de grond gaat komen is als er een model is wat draagvlak heeft tussen de partijen. En daar moeten partijen dan consensus over bereiken. Tegen die achtergrond is dialoog cruciaal. Dialoog waarbij er een brug wordt gevormd van partijen naar elkaar toe, waarbij we kunnen komen tot een model dat aanvaardbaar is, niet alleen voor de partijen, maar uiteraard voor het volk. Want uiteindelijk vertegenwoordigen de parlementaire partijen het Surinaams volk. En het gaat een wijziging moeten zijn dat aanvaardbaar is voor het volk en ook natuurlijk de partijen die het volk vertegenwoordigen. Er moet volgens de advocaat gekeken worden naar welke optie het meest kansrijk is om draagvlak te hebben voor een model, wat kan resulteren in een initiatief wetsvoorstel. Daarom worden er door de partijen intensief dialoog gevoerd, meent Munslag SZ. En wat zijn de uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden? Dat is 1. Het feit dat artikel 9 en 24 onverbindend zijn en er dus een wijziging zal moeten plaatsvinden daarover. Ook wordt afgeslagen op de overwegingen van het constitutioneel hof. En belangrijk is nog de realiteit dat een gekwalificeerde meerderheid vereist is om een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen dat betrekking heeft op de kiesregeling. Dus met al die algemene uitgangspunten moeten partijen rekening mee houden en vandaar dat dialoog zo belangrijk is, zodat er een model uitrolt wat aanvaardbaar is voor alle partijen. Belangrijk is ook dat we allemaal beseffen dat we geen model gaan kunnen vinden dat perfect is. Maar waar wij naar streven is een model dat aanvaardbaar is enerzijds, en anderzijds voldoet ook aan de normen die er gelden conform onze grondwet en ook waarbij er acht wordt geslagen op de uitspraak van het constitutioneel hof. En daar houden partijen zeker rekening mee, het is duidelijk ook gebleken uit de discussies. Munslag SZ drukt de samenleving op het hart dat de wijzigingen van het kiesstelsel voor het verkiezingsjaar 2025 worden afgerond. De partijen zijn het unaniem over eens dat het kiesstelsel urgent gewijzigd dient te worden. De gedachtegangen die nu loskomen zijn zeer bevorderlijk voor het komen tot een model dat aanvaardbaar is, aldus Munslag SZ.